Ik ben India, ik ben 16 jaar en kom uit Den Haag. Mijn hobby is breakdance. Ik train 2 keer per week in Rotterdam bij OTB Movement. Vorig jaar ben ik Nederlands kampioen geworden, Europees kampioen en ook wereldkampioen. Dus ja, daarom was het zo'n bijzonder jaar. Een beetje veel informatie, maar ik dacht, weet te veel dan trainen. Met breakdance kan je eigenlijk oneindig lang doorgaan eigenlijk. Dus je hebt gewoon al de moves, zeg maar, die kan je allemaal en die kan je trainen. Maar daarnaast kan je ook heel veel moves zelf creëren. En je bent super vrij en je kan je eigen stijl hebben. Dus ja, je kan je wel echt heel erg onderscheiden van de rest. Dus ik was altijd al best wel nieuwsgierig en ik had altijd heel veel motivatie. Dus ik wilde altijd doorgaan en als ik een move niet kon, dan ging ik eigenlijk steeds door totdat ik hem eigenlijk kon. Dus als ik in de trein zit, ga ik dan vaak naar training natuurlijk. En dan, dan kijk ik wel trainingsvideo's of een battle terug. En dan kijk ik eigenlijk van waar ga ik deze training aan werken of wat kan ik eigenlijk beter doen. Ja, een van de dingen die op mijn bucketlist nog staat is de Olympische Spelen. De Olympische Spelen in 2024 in Parijs. Daar probeer ik me nu voor te kwalificeren eigenlijk. Ja, door verschillende wedstrijden te doen. En hopelijk kan ik daar staan volgend jaar.